Ik denk wel dat je als roker altijd verslaafd blijft. Maar het is op een gegeven moment wel die knop die omgezet moet worden van... ik rook niet meer, punt. Er is altijd wel een reden om te blijven roken. Maar er zijn meer redenen, vind ik, om te stoppen met roken. Ik heb dan een hartstilstand gehad in 2015. Ik heb een ongelooflijk vette impact gehad op ons leven eigenlijk. Nadat ik die hartstilstand had gehad, dan heb ik 3 maanden niet meer gerookt. Toch ben ik er weer ingetrapt om het toch weer wel te doen. En iedere keer als ik voor mezelf een peuk opstak, dan had ik zoiets van... Gadverdamme, weet je wel. Ik wou dat ik eens een keer vanaf kon blijven. Het ging ten koste van mijn gezondheid. Maar als je de wil hebt, echt de wil hebt om te stoppen, dan lukt het wel. En ik heb ook moeilijke momenten gehad in die tussentijd. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Als ik dan trek heb in een sigaret van... Ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik rook niet. Ik doe het gewoon niet. Punt. Ik heb nicotinepleisters gebruikt. Het heeft wel wat geholpen, denk ik. Want je krijgt toch een bepaalde hoeveelheid nicotine in het lijf. En nu ben ik een goed half jaar verder. En het bevalt me prima. En ik heb ook niet zo van, ik wil een sigaret of wat dan ook. Ik ben er gewoon vanaf.